Ik ben Maarten de Wolf. Ik ben een van de initiatiefnemers van Behive en dit initiatief, Laaggenaamd. De andere initiatiefnemers zijn Bart de Groot, die staat daar met een prachtig rood hoesje aan. En Onno, die daar zo wegschiet, want die heeft het erg druk in de bar. Onno van de Glimp. Wij met z'n drieën hebben vooral deze plek tot stand laten komen. Ik ben beland in een oud uitvaartcentrum, voormalig uitvaartcentrum. Het stond een beetje te verpieteren, te verloederen. En ongeveer een jaar geleden heeft Far West, de woningbouwvereniging Far West, aan ons gevraagd of we hier iets moois en leuks mee konden doen vanuit onze gedachte van werken met creatieve bedrijvigheid in deze wijk. En het koppelen van de bedrijvigheid aan de wijk. Nou zeiden wij, dat lijkt ons een goed idee. Wij maken daar graag een plan voor. Dat hebben we gedaan en zo geschieden. Hierachter in het tweede deel van dit gebouw zitten allerlei werkplaatsen met creatieven. Dit deel, zoals jullie wellicht al wel een beetje hebben kunnen zien, is als horeca, theater, podium bedoeld. En hier kan van alles gebeuren. Er gebeurt al van alles. Er worden feesten georganiseerd. We willen wijkgericht activiteiten opzetten. Daar zijn we ook al mee bezig. Workshops, verjaardagen en huwelijksfeesten uit de buurt. En dan komt een restaurantje vanaf begin november, dus dat wordt heel gezellig. We zijn zeer vereerd met de komst van twee mensen. Op de eerste plaats de nieuwe burgemeester van Amsterdam, meneer Van der Laan, welkom. En vervolgens, na de heer Van der Laan, zal Paulus de Wild, wethouder in Stadsdeel Nieuw-West, het woord van de burgemeester overnemen. Maar op de eerste plaats wil ik graag de burgemeester nu het woord geven. Dankjewel Maarten. Dames en heren, ik wil toch even beginnen met te zeggen dat je hier een gek gevoel krijgt in dit gebouw. Ik heb al de nieuwe flow, ik voel hem en ik zie hem. Ik zie eigenlijk ook de schitterende overgang van een mortuarium, waar we het afscheid nemen van de doden naar een 3 weken jong dochtertje wat jij ook. Dit noem je volgens mij een paradigmawisseling. Dat is een moeilijk woord voor iets, een heel groot verschil, zou ik maar zeggen. Maarten en Bart, graag jullie als eerste van harte geluk wensen met deze prachtige villa. Ik wil natuurlijk ook het Stadsdeel feliciteren. Paulus, die voor de gelegenheid zijn witte pak heeft aangetrokken, om ook te belichamen dat we een grote toekomst voor ons hebben hier. En die kunst en de wijkverbetering in zijn portefeuille heeft. Hartstikke gefeliciteerd met dit mooie plan. En Far West ook. Ik vind ook, en natuurlijk is het de grootste felicitatie maak ik aan de bewoners die hiervan kunnen gaan genieten. Ik wil je graag niet alleen felicitaties maken, maar ook een compliment. Begin ik weer even bij Maarten en Bart. Met hun creativiteit en kunde en kennis kunnen ze natuurlijk ook gewoon gaan zitten op de gebieden waar het al gebeurd is. En dan zouden ze snel koplopers zijn. Ik doe op van Jordaan tot en met de Westergasfabriek, tot en met Noord, et cetera. Maar ik vind het heel goed van jullie dat je je inzet voor het ontwikkelen van goede dingen in buurten waar het nog niet gebeurt. En natuurlijk houdt cultuur niet op bij de ring. En jullie zijn zeg maar dan nu nog even kolonisten in de ogen van sommigen. Maar jullie gaan laten zien dat het hier net zo hard nodig is en net zo goed bloeit. Jullie kiezen niet voor de veilige weg. Dus dat is een gemeen compliment aan jullie. Ik vind kunst ontzettend belangrijk in een buurt en cultuur. En daar mag ik misschien iets van zeggen. Ik heb wel minstens 50 buurten gezien die achterstands. 50 keer ben ik in buurten geweest die een achterstandswijk worden genoemd. Nou, eigenlijk nog veel meer, want die ging ook naar steden toe, waar vergelijkbare wijken waren, zonder dat ze bij de officiële VIG hoorden. En wat ik gezien heb, is dat het is allemaal krankzinnig belangrijk dat de huizen goed worden, dat we de schoolresultaten verbeteren, dat er gekeken wordt naar armoedebestrijding. Nou ja, jullie noemen alle dingen op die wijken nodig hebben. Maar ik zag het als een soort piramide, waar dat zeg maar de onderkant is, maar daarbovenop hoort ook kunst en cultuur. En waarom? Ik heb zelfs gezien dat het qua belang op hetzelfde niveau ligt als die goede huizen, goede scholen, etc. Omdat kunst is een boel dingen. Het is een cadeautje. Het is mooi, hè, cultuur. En iedereen heeft recht op een mooi cadeau.
kunst geeft daardoor zelfvertrouwen. Dat, je bent het waard om het cadeau te krijgen. En dan wil ik het ook niet. Ik heb eigenlijk ook al daarmee gezegd, kunst is ook vaak de ontmoeting. Dat je samen dingen doet of gaat kijken naar kunst. Of wat gaat beleven, erover gaat praten. Maar er hoort nog iets bij. Dit is al genoeg hoor, vind ik. Maar vaak is het ook zo dat als kunst komt, als kunstenaars het de moeite vinden om iets te doen, dan is dat een soort graadmeter. Zo is ook het vestigen van een Albert Heijn in de buurt, of het blijven van een Albert Heijn in de buurt, dat is een duidelijke aanwijzing dat er iets goeds gebeurt met die buurt, dat die de goede kant op gaat. Dat is met kunst ook zo. Want het trekt namelijk andere kunstenaars ook aan, en je bent op een gegeven moment zuiden van de broekplaats en de galerie voorbij, dan komen die creatieve bedrijfjes erachteraan, die dat inmiddels gezellig zijn gaan vinden. En dan komen ook de bedrijven die misschien niet eens per se een creatieve bedrijf zijn, maar die zeggen ik wil er wel graag in de buurt zitten. En het is dus uiteindelijk heel erg voor belang, in het belang van ook de werkgelegenheid in de buurt en de economie in de buurt. Dus het is, je denkt misschien we staan hier op een luxe topje, dat is voor een deel misschien waar, maar het wordt veel meer dan dat. Het is op een gegeven moment gewoon het brood voor de mensen in de buurt. Dus complimenten dat jullie dat voelen, dat je dat ziet en dat je dat ook waar maakt. Nou, het laatste ding. Ik was al bij het vorige, Huygens heet het, toen nog als minister, waar jullie ook de initiatiefnemer van waren. En wat ik dan zo'n voorbeeld vind van een geweldige innovatie, dat is dat je de bedrijven en de kunstenaars en de mensen die daar design gaan doen, of een bedrijfje hebben, dat je die ook mee betrekt als beginners, die natuurlijk weinig geld in hun portemonnee hebben, maar vaak wel heel goed kunnen en goed weten. En dat je ze dan een deel van de huur, of zelfs de hele huur, laat betalen, niet door geld te laten betalen wat ze nauwelijks hebben, maar door te zeggen, maak je een paar uur per week nuttig voor de mensen in de buurt. En ik heb gezien de kunstclub voor de kinderen van de kunstenaar die dat goed kan uitleggen, goed kan voordoen. Ik heb het modeatelier gezien van een modeontwerper, die Marokkaanse dames die wel handvaardig waren, maar nog niet zoveel verstand van mode hadden, om die ook te leren mooie, modieuze dingen te maken. Dat zijn fantastische dingen. Het is toch maar even goed dat woningcorporaties dat durven en dat ze dat doen. En dat jullie de makelaar zijn tussen die woningcorporatie en dat soort gebruikers. Hier staat kortom weliswaar een nieuw burgemeestertje, maar een buitengewoon tevreden burgemeestertje die heel veel waardering heeft voor wat jullie doen. Graag nog eens langs zou komen als het in bedrijf is en als hij de gedachte aan de uitvaart nog wat verder verdrongen heeft. En die jullie ontzettend veel succes wens. Dankjewel. Ja, dankjewel Eber. Villa Beehive, iets heel speciaals. Naar mij heb je een vla, moet ik zeggen, tegenwoordig. Maar het mag geen villa meer zeggen. Vla Beehive. Ik woon in de achtertuin van, ik zal maar zeggen, de echte Beehive. De vorige vestiging van jullie. En heb daar de afgelopen jaren enorm leren waarderen. Precies wat Eberhard aangaf, de enorme kracht die jullie tentoonspreiden. Om dit soort initiatieven tot stand te brengen. En op de een of andere manier lukt dat elke keer opnieuw. En toen ik voor het eerst hoorde over jullie initiatief om hier iets te doen, toen was ik daar meteen erg enthousiast over. En ik mag nog even refereren aan het feit dat dat nog een probleem opleverde ook. Want op het stadsdeelkantoor ging de mare rond. Er willen een paar gekken willen een nachtclub openen op het Allebeeplein. Daar geven we natuurlijk absoluut nooit een vergunning voor. Dat was ongeveer de stelling zoals het bij mij binnenkwam. Nou, dat heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het gelukt om die vergunning dan toch rond te krijgen. Er was nog een wisseling van de wacht voor nodig in de bestuur. Maar het is gelukt. En ik ben ook heel erg trots dat het nu hier er zo uitziet en dat jullie deze activiteiten ontplooien. Activiteiten die zijn er al overigens. Die, 31 juli was hier het eerste grote feest. Ik ben daar ook nog geweest, veel te lang gebleven. En dat is altijd het nadeel van dat soort feesten, die duren maar. En het is gezellig, het was mooi weer, buiten, warm. Het was erg prettig. Toen ik om 3:30 geloof ik naar huis ging, toen merkte ik dat ik hier door het parkje lopend naar huis nog vrij lang kon horen wat er hier gebeurde.
Dan denk ik van, oké, goed, ik begrijp. Ook, dat is niet zo vaak. Ik weet, als er buurtbewoners zijn die hier in de buurt wonen, wees gerust. Het zal niet zo vaak zijn dat dat soort feesten zo lang duren. Want het is, we houden rekening met iedereen. En voor de rest natuurlijk ook nog kijken of er nog wel aan kunnen passen. Misschien wat meer dicht doen of zo. Oké. Okay. Vooral winter zal dat wel meevallen. Hele mooie ruimte met inderdaad de vibraties toch. Ja, ik vind dat spannend. Ik had als puber al een voorkeur voor begraafplaatsen. Vond ik bijzonders om daar rond te lopen en de uilen te horen. Het zijn hele mooie gebieden. En ook hier vind je iets van die vibratie terug. En ik vind dat is spannend. Hierachter was de koelcel. U begrijpt waar dat voor gebruikt werd. Dat is nu een studio, muziekstudio. Dat is natuurlijk perfect daarvoor, goed geïsoleerd. En dat is, dat is een voorbeeld van het duurzame karakter van zo'n initiatief als dit. Ik weet niet of dat voor deze was, maar jullie hebben ook van het Stadsdeel Slotervaart een milieuprijs gekregen voor dat duurzame gebruik. En je ziet op diverse plekken jullie activiteiten, dat die duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Nou, we zien hier buiten de oxymoron van een van de mensen die hier werken, opgebouwd. Hout gebruikt van het pand wat hiernaast komt. Kortom, ook hier is de duurzaamheid het thema. En daar kan je dus allerlei ontzettend leuke en mooie dingen doen. Ik had iedereen willen oproepen van ga erin, ga kijken, maar er staan van die enge bordjes op. Dus misschien moet u even voorzichtig zijn. Dat het op eigen risico is of het niet moet doen. Maar goed, het is een geweldig mooi staketsel. Tegen de tijd dat blijft nog een tijdje staan, toch had ik begrepen. Dus het wordt nog steviger en dan kunt u er echt in en er ook in gaan kijken. Het terras, mooi terras. Dat is nieuw, zag ik, want dat was er nog niet de vorige keer dat ik hier was. Dus het terras is nu gebouwd. En nou, ik hoop daar regelmatig te kunnen komen eten, want het is heel benieuwd vanaf november. Ook een restaurant, huurbewoners, kom je naartoe. Dit soort activiteiten is precies het soort activiteiten die we nodig hebben in Nieuw-West. Ook daar verwees Eberhard naar. Ik heb buiten al die andere portefeuilles ook nog de hele mooie portefeuille Gastvrij Nieuw-West in mijn portefeuille zitten. En dat Gastvrij Nieuw-West, dat is nou precies dit soort dingen. We proberen activiteiten te ontwikkelen die mensen hier naartoe trekken, maar die ook voor de mensen die hier zijn een gastvrij gevoel geeft. Want dat gevoel, dat verandert uiteindelijk een buurt. U weet, we wonen hier in de achterbuurt van Nederland zo ongeveer. Ik moet ook wel eens mensen die uit Amerika komen of zo, moet ik rondleiden. Waar is die achterbuurt dan? Dat is dit. Maar het ziet er schitterend uit. En het is ook schitterend. En je merkt de afgelopen jaren, mede door dit soort initiatieven, dat er een omslag komt in het gevoel van mensen. Dat die wijk, dat mensen weer met optimisme hier in die buurt leven. En daarvoor zijn dit soort activiteiten echt van wezenlijk belang. En we gaan er meer doen. Ook op andere plekken in Nieuw-West gaan we meer van dit soort activiteiten doen. Ik hoop Bart en Maarten daar ook weer bij te betrekken en weer te zien. En Omo natuurlijk, laten we niet vergeten, belangrijke rol gespeeld bij het maken van deze ruimte. Jullie ontzettend veel succes gewenst. Iedereen enorm gefeliciteerd met deze plek. Ik hoop dat we meer gaan doen en nog groter gaan worden. Heel erg veel plezier en dank jullie. Dankjewel trouwens. Hartelijk dank burgemeester. Ik hoop dat jullie allebei nog wat tijd hebben om te blijven. Dat is goed, hè? Ik wil iedereen nog een leuke paar uur naartoe wensen. Er zijn hapjes, er is drank, er is wat muziek en maak er een gezellig boel van. In principe zijn dit de speeches geweest en gaat de muziek zo aan en kunnen we het gezellig maken. Het van, zou ik zeggen.